aantal asielzoekers dat... dat die moskee, samen met een Arabisch dorpje, door de oliestaat Oman is betaald. Er zijn veel Nederlandse bedrijven, groot en klein, die in Oman geld verdienen. En ja, dat is toch een belangrijk punt en ik denk dat... Bij Den Helden. Archeologen hebben onderzoek gedaan naar de militairen uit de tijd van Napoleon en ze hebben onder meer een pop gemaakt die laat zien wat de soldaat aan had. Archeoloog Esther Paulus. Ja, nou, we zien hier dus de soldaat zoals hij er bij leeft uitgezien heeft. Een mooie helderrode jas met een wit uit zijn borst. Een schietgreep, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Dat was, ik denk dat onzichtbaar zijn niet de prioriteit was in die periode. Lo llamo impuro lo que yo he santificado. Y es cuando tocan, fíjate que es curioso que es la fe de la tarde, la hora de la misericordia. Es cuando tocan en la puerta y llega el enviado de Cornelio, que es romano, o gentil. Y qué curioso, lo primero que se convierte y se bautiza es un romano, que es un alemán, de donde salió el protestantismo, y un norteamericano, primero que pide bautismo a un romano. O sea, hay muchos signos que aquí esto no... Y Pedro estaba al llamado de Cornelio y está hablando con Cornelio cuando recibe. Y él podría tal vez ser un creyente, pero no... No, de hecho era un creyente. Había muchos creyentes que no eran judíos porque no quería dar el paso de la circuncisión. Porque le tenían miedo, porque era muy doloroso. Lo que sea de adulto. Pero era creído en el Dios de Israel, pero al no estar circuncidado, yo era judío. Tres veces al día. Ichi ni chi ni, sankai no ne.